Dat is trouwens echt wel vandaag. We gingen dus boodschappen doen. Goedemorgen, leuk dat jullie kijken weer. Het is maandag en Hi. Ik zit nog in mijn pyjama, Sarah die is wel helemaal klaar. We gaan vandaag even lekker rustig doen, gisteren best wel laat geworden en ik was gisteren niet zo lekker. Hallo kleinkind van mij. Oma, vind je me mooi? Ik vind je prachtig. Ik heb een nieuwe jongens. Ik ga even douchen en me opmaken en we moeten even boodschappen doen en zo. En dan gaan we naar pizza toe. Ik weet niet of die er is. En dan gaan we even kijken of vanmiddag wel even iets leuks gaan doen. Zo, want het is nu even 2 dagen lekker weer. En daarna weer regen. Dus we gaan even kijken. Je bent een gekkie. Maar dat wist wel. Maar goed, nu even snel de douche in. En even wat aan mijn gezicht doen. Nou, weer aangekleed. En ik bedacht me opeens. Het is ook echt een tijd niet meer gegeten. Dus ik ga even noedels lunchen. En daar heb ik zo'n trek in. Ik zag ze opeens liggen in de kast. Dat ik dacht, ja... Oh, en het is echt lekker weer aan het worden, dus we gaan zo even... Nee, daar wordt het echt niet warm genoeg voor. Maar we gaan zo wel even de deur uit, komt goed mom. Oh ja, en wat heb ik aan vandaag? Deze top van Benetton, broek van Lofty Manor, edited sandalen. Ik heb een kindje als accessoire vandaag. En ik heb deze Pokémon. En zij heeft dat leuke jurkje van Relish weer aan en die heeft zeg maar de eigen buiktasje gemaakt. En de Sarah sandaaltjes. En we gaan even boodschappen doen en van alles. Ja, Pokémon. Dat is een. Dit is geen Pokémon. Ja, maar het hoort wel bij Pokémon. Het is een bal. Ja, het is een bal. Een Pokémonbal. Maar niet een Pokébal. En ook geen Pokébol. Pokébal. We hebben een lekker ijsje gehad. Je hebt unicorn ijs, hè? En het smurft erin. En ik heb ook een kinderijsje. Dus ik kreeg ook een smurf. En ik heb aardbei. En er zijn gekke snoepjes. Oh, jeetje. Ja, hij is weg. Ja, dat heb je met dit weer. Dat is trouwens echt wel vandaag. We gingen dus boodschappen doen. Komen we bij de supermarkt. En ik had natuurlijk, vrijdag was dat geloof ik, verteld. Dat we er langs liepen. Toen moesten we er niet eens zijn. Toen was er een gaslek. Maar er heeft dus van alles uitstaan. En het is nu maandag. En de schappen waren dus gewoon nog steeds eigenlijk niet aangevuld. Dus het was gewoon een half lege supermarkt. Ik denk dat een derde wereldland bijna nog meer heeft staan in de winkel. Het was echt, echt heel erg. Dus nu ja, morgen poging 2. Ik had 4 dingen die ik wilde hebben. 4. En ik kon ook geen andere dingen kiezen, want er was gewoon niks. Het was echt zo erg. Goed, nu koken. Gelukkig had ik voor vandaag wel een huis. Ik doe het liefst altijd boodschappen dat ik altijd sowieso nog voor 1 dag heb liggen. Minimaal. Dus daar ben ik nu heel dankbaar om. Leuk, Marco is even weg. En ze slaapt, dus ik heb tegengezet. Dat was niks verrassends natuurlijk. En ik heb nog een klein beetje chocola. Of werd nu wel in de koelkast bewaard. Het lijkt trouwens echt vandaag of ik heel ongezond eet. Maar ik heb ook gewoon heel veel gezond gegeten. Maar dat staat er allemaal niet op. Maar ik heb noedels, ik heb ijs, dit. Ik heb echt alle ongezonde dingen gefilmd. Maar goed, even editen, even weer inhalen. Want ik lig weer iets wat achter. Nu de beste avondbesteding. We hebben 2, we hebben thee en we hebben... Ik ga lekker slapen. Ik hoop dat de vlog leuk was. En dan zie ik je morgen. Doei!